in rood te doen was. Die verloor met 7-1 van Adrian Lewis in Liverpool. Terwijl Gary Anderson, Jacques, toch een gemiddelde produceerde van boven de 100. Anderson speelde best goed vorige week. Maar was kansloos tegen Van Barneveld, die een superweek had. Dat doet mijn vermoeden. Het resultaat van Anderson de laatste paar weken, dat Anderson echt wel goed in vorm is. En dat hij een hele goede Premier League gaat spelen. Whitlock, ben ik wat minder van overtuigd. Heeft in deze zaal de historie een beetje tegen Gary Anderson. Terwijl hij hier gewoon even begint met 180. Hij heeft hier drie keer eerder gegooid. De Flying Scotsman. En drie keer verloren. 57. Maar gelukkig geldt ook in dit geval dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. En dat is maar goed ook. 60. Whitlock heeft betere herinneringen aan deze plaats aan de Engelse zuidkust. 100. Vier keer hier gespeeld. Eén keer gewonnen, twee keer gelijk, één keer verloren. 44. Gary Requirement 161. Nou, ook deze leg is geen echt bliksemstart van Simon Whitlock. Anderson gaat wel lekker door. Bullseye ook nog erachteraan. Nou, wel geprobeerd. Een uitvoering laat iets te wensen over. De laatste triple niet gewonnen, dus nog geen finish voor Whitlock en Anderson naar dubbel 16. Die ligt iets naar het oosten. Game show in the first leg. Gary Anderson. En Anderson heel vlotjes naar 1-0. Whitlock tegen Lewis. Vorige week die wedstrijd die hij met 7-1 verloor. Een gemiddelde van 86.3. Dat is nog zeker niet des Whitlocks. Whitlock toch weer met iets andere darts aan de occhi verschenen dan vorige week. Tuurlijk, het is Simon Whitlock. Die is niet te beroerd om zelfs binnen één wedstrijd nog van materiaal te wisselen tijdens een break. Maar ja, die heb je natuurlijk niet in de Premier League. Voor Whitlock. Kijk naar beneden, naar de 19. Dan wil hij nu nog 4x20 om tops over te laten. Maar u ziet het. Je kunt het wel willen. En dan krijg je nog niet direct. 87. Simon, you require 98. De dubbels dus. De dubbel 19 in dit geval voor Whitlock. Die snel afrekent met zijn hele matige eerste leg. De negende keer dat ze elkaar tegenkomen tijdens het televisietoernooi. De balans slaat door in het voordeel van Whitlock. 5-3. Geen gelijke spelen. Als je alleen de ontmoetingen uit de Premier League eruit filtert, dan ligt het voordeel bij Anderson. 3-2.
Dus zeg het maar, Jacques. Ja, ik blijf toch even in het kamp van de schot. Mocht hij dadelijk achterkomen, dan kan ik altijd nog wisselen. Nou, dan stap je gewoon over. Ik ben wat dat betreft heel makkelijk altijd, hoor. 1 ding. Durf ik alvast wel te proberen. Whitlaw staat beter te spelen dan vorige week. Dus heeft Anderson weer de pech dat hij een man treft die wel vorm heeft. Whitlock gaat naar beneden. 2 keer triple 19 is altijd wat hij probeert. Dan kan hij blijven waar hij is en dan mag hij naar bullseye toe. Maar een klein stukje omhoog. De hoogte was goed. Iets te ver naar rechts. Anderson moet naar triple 19 toe. En dreigt zijn eigen leg nu te gaan verliezen. 52. Simon require 25. Het Timmermans oog van Whitlock. Kan dat de dubbel 8 vinden? Nou. Simon Whitlock. Het timmert er maar in. Zoals hij dat zo goed kan. Ja, en dit maakt voorspellingen in de Premier League dus bijna onmogelijk. Hè? Je denkt van oké, vorige week. Daar kun je wel iets aan ophangen. Die is in vorm, die is niet in vorm. Ja, je kunt het 7 dagen later gewoon de prullenbak in gooien, want dan is het allemaal weer anders. Zo kan dat volgende week weer anders zijn. Maar dat is misschien ook wel het specifieke van de Premier League. Er zit altijd een week tussen en er gebeurt ook van alles tussendoor. Je moet misschien nog andere wedstrijden gooien, je bent aan het reizen. In tegenstelling tot de meerdaagse toernooien waar je iets van een vorm kunt opbouwen. Ja, precies. Gevoel kunt meenemen naar de volgende dag. De ene speler kan dat ook beter dan de andere, hoor. 85. En met name Whitlock is toch wel een man die zich bewezen heeft in de Premier League. Die kan dit wel aan. Die kan ook eens een keer zo'n tik op de kin pakken als hij gewoon een avond niks gooit. Laten we eerlijk zijn, Whitlock is gewoon de nummer 3 van de wereld, hè? Na Taylor en Van Gerwen komt gewoon Whitlock. Het is andersom natuurlijk, Van Gerwen, Taylor en dan Whitlock. Je moet er nog even aan wennen, hoor. Ja, ik moet er nog even aan wennen. Nummer 3 voor Simon Whitlock. Anderson begon de wedstrijd met 180. Whitlock duidelijk niet tevreden met die laatste beurt. Hij heeft het geluk dat Anderson ook even pudding gooit. Pudding gooien gaat nog even door. En Anderson verdrippelt weer een tops. Nee, ook dat lukt niet. 99. Zijn we weer terug bij Whitlock. Triple 8 in dubbel 12. Nog 20 en tops. Oeps. 38. Gary, you require 20. En dus kan Gary Anderson de schade repareren. Dat is precies wat hij doet. Meteen het schadeherstelbedrijf. En hij trekt gewoon weer aan de touwtjes, Anderson. Terwijl het publiek dat bovenin de zaal zit nog maar eens roept dat ze de tafels niet zo interessant vinden. Het bekende spelletje dat vaak gespeeld wordt
als er even geen vuurwerk op het podium is. Ja, een echt vuurwerk is er toch ook in deze partij voor ons nog weer niet. En de seconde nu net boven de 90 uitgemiddeld. Whitlock zit op 85. 100. Gary Ricardo 127. En dat is ook niet helemaal blij met zichzelf. Is er nog wat ruimte? Gary requires 68. Voor een triple wel van een enkele 20. Game Sean of Pitler. Gary Anderson, 6-8 Simon of Pitler. Anderson na 2 en achter nu 3-2 voor. En Whitlock zet meteen het deurtje voor hem open. Henderson, om aan 180. 84. Zijn tweede. Triple 19 gezocht en gevonden. Bullseye over. Anderson. Kijk, dat is beter. Ja, dus Whitlock stond ook nog eens op 170. Waarvan je kunt afvragen of hij dat had uitgegooid in de leg die hij zelf begonnen was. Anderson begint op stand te komen. Heeft nu 3 legs achter elkaar gepakt. En 2 van die legs waren begonnen door The Wizard, Simon Whitlock. 55. Dus de opdracht voor Anderson is om deze leg wel zelf te houden. Ja, 6 legs gespeeld. 12 scores boven 100 voor Anderson. 10 voor Whitlock. Nu gaat Whitlock wat vaker naar de triple 90 toe, dus dat verklaart wel een boel. Maar het momentum, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, ligt absoluut bij Anderson op dit moment. Nou, we hebben natuurlijk wel gezien in die vorige wedstrijd dat een 5-1 voorsprong niet genoeg was voor Peter Wright om de wedstrijd tegen Dave Chisnell te winnen. Dat werd een puntendeling uiteindelijk. Kijk hoe Anderson daarmee omgaat. Als die eventueel ook nog eens 5-2 voorkomt. Dan lijkt het wel zaak om deze 120 uit te gooien. 3 keer 20, 1 keer 20 en geen 2 keer 20. Net niet. Nou, dit is wel een finish die Whitlock moet raken. Grote mannenfinish. 1 pijl voor de dubbel krijgt hij. Dubbel 16. Verdienste. Hij gooit hem niet. Anderson. Dubbel 10. Zonder mankeren. Gary Anderson.
En Anderson is 5 uit 8 op zijn dubbels. En als Anderson zijn dubbels goed gooit... En scoren doet hij inmiddels ook aardig met gemiddeld 96. Dan doet hij goede zaken. Ondertussen, terwijl we in Bournemouth natuurlijk de Premier League volgen, is in Veldhoven ook het kwalificatietoernooi voor de Europeanen gespeeld. De laatste 8 namen toegevoegd aan het deelnemersveld voor het toernooi dat morgen begint. Voor België heeft Ronnie Huibrecht zich in ieder geval nog geplaatst. Dus die zal aan de zijde van zijn broer Kim morgen ook aan het toernooi gaan starten. Oostenrijker Suljovic, 3 Duitsers, Artut, Zeiler en Hop. En ook nog Bernd Roort, zijn er 4 zelfs. En 2 Scandinaviërs, Komela en Karis, hebben zich geplaatst. Dus die zullen morgen allemaal in Veldhoven te zien zijn voor degenen die daarbij zijn. Is dat lijstje in ieder geval compleet? Anderson brengt die categorie in balans. 3-3, maar Whitlock kan 170 nog steeds uitgooien via de dubbele bol. Er wordt een enkele. Tops voor Anderson. Tops voor Anderson. Dit is indrukwekkend hoor. Hij staat 2-1 achter en wint nu 5 legs op rij. En heeft zijn eerste punt van de Premier League dit jaar binnen. Ja, en qua gemiddelde ongeveer hetzelfde dus als vorige week. Maar ja, nu is het wel genoeg. 10 punten in gemiddelde beter ongeveer dan Whitlock. Ja, en dat is een groot verschil hè, op dit niveau. Als Anderson 4 beurten gegooid heeft, staat hij op een finish rond de 100. En als Whitlock 4 beurten gegooid heeft, staat hij op 140. Ja, dat ga je niet iedere keer uitgooien. En Anderson 6 uit 9 op de dubbels. En dat hebben we toch wel eens anders gezien bij de schot. En voor iedereen die graag poeltjes invult voor een heel jaar... Ik zou Anderson pakken. Die gaan een goed jaar gooien. Die gaan we nog in finales zien dit jaar. Ik ben blij dat je nog niet in verlegenheid bent gebracht om over te stappen naar Camp Whitlock. Vandaag. Richting de volledige buit, Gary Anderson of heeft Whitlock nog wat moois, triple 19. Ja, die is raak, triple 20 en bullseye. Beter dan vorige week Whitlock, maar niet goed genoeg. En hij gaat weer naar boven, Gary Anderson, de Flying Scotsman. Gooit hem recht in het hart van de dubbel 20. En verslaat Whitlock met 7-2 door het winnen van 6 legs achter elkaar. Zijn eerste overwinning.